Will. Op Will, het grote fantastische sportfestival in Kortrijk Expo. We zitten hier al de hele dag dingen te ontdekken, uit te proberen. En Stijn Vlaming, jij gaat nu echt zelf echt iets uitproberen en aan de levende lijve ondervinden eigenlijk. Al 2 dagen passeer ik hier en ik denk, oh, misschien moet ik er toch wel eens inspringen. Ik sta inderdaad op een bijzondere plek. Ik sta namelijk in het zwembad, het enige zwembad hier in Kortrijk Expo. En ik sta hier niet zomaar natuurlijk. Hè. Hier worden allerlei tests gedaan, maar ik weet eigenlijk niet precies wat. Ik ga het gewoon vragen aan de man die mij compleet gaat testen. En dat is niet zomaar iemand. Dat is Stefan Manen. Hij heeft 78 keer een Belgisch record gezwommen. Olympisch zwemmer. Stefan, wat ga je met mij doen? Wel, ik zal je hier laten zwemmen in de spoel. Er gaat ter plaatse zwemmen. En ik ga kijken waar dat ik u nog kan verbeteren in uw stijl. Jij werkt bij Pulso Preventie Lab. Is dat het enige wat jullie doen? Dus gewoon de zwemstijl gaan analyseren? Of wat moet ik mij daar nog bij voorstellen? Wel, bij Pulso Preventie Lab, ik zelf ben de zwemcoach. Ik doe alles met het zwemmen, lactata's, videoanalyses, trainingen op maat met mijn collega's. We doen ook bikefitting. We doen ook lactaattesten op de fiets. En wij verbeteren de conditie en professionele begeleiding naar alle atleten. Ja, ik sta hier niet zomaar. Hè. Ik ga ook zwemmen. Jij gaat van hieruit aan de kant, ga je zien hoe ik zwem, wat mijn stijl is, maar er wordt tegelijkertijd onder water ook gefilmd en jullie gaan dat dan achteraf op de beelden analyseren. Dat is de bedoeling. Ja, dat is de bedoeling. Hij gaat zwemmen ter plaatse, ik ga u opnemen, alles opnemen en dan kijken we op de computer. Ja, ter plaatse zwemmen, er is gelukkig wel een soort van stroming hier in het water, dus ik ga dat nu gewoon meteen doen. Okay. Dus jullie horen dat, ik ga naar het midden van het zwembad en ik ga zwemmen. Ik ga heel mooi zwemmen. Stijn Vlaming, de man van Studio Sport, de sportman van Studio Brussel, gaat hier op Will het gewoon live uitproberen. Zijn techniek is laten beoordelen door Stefan. Ja, Stefan, zeg eens, als hij al begint, als hij begonnen is, hoe doet hij het, Stijn? Is die techniek een beetje oké van Stijn? Ja, op het eerste zicht is er nog veel werk aan. Niet te streng. Maar hij doet het goed. Hij heeft wel iets. Hij gaat te diep in zijn schoolslag. Zijn beekslag is ook niet goed. Maar... schoolslag is hij dus aan het doen? Ja. Oké. Is dat een van de meer makkelijke qua techniek? Of? Wel, ik denk het wel. Dat is ook een van de stijlen dat het gemakkelijkst aangeleerd wordt, vooral in het begin. Ja. Maar het is veel werk hoor. Komt hij een beetje op gang of zeggen ze één punt dat we hem kunnen zeggen? Ah, oké, is eruit. Hoe was het? Het is nog veel werk. Ik zal best nog enkele afspraken maken bij ons. Het is doenbaar. Er zijn enkele kleine foutjes dat ze moeten opletten. Niet te diep gaan. Foutje, zeg maar één fout. Niet te diep gaan onder water. Ah, ik ga nogthans graag heel diep. Maar goed, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Dus Bart, het is hier wel plezant en het is hier redelijk nat. Ja, kan ik geloven. Goed, Stijn Vlaming, die gaat nog wat aan zijn zwemtechniek werken.